Onze eerste maand verbouwen zit er weer op. Inmiddels zijn we iets verder. Maar laten we even kijken wat er allemaal is gebeurd in de maand tijd. 1 oktober kregen we de sleutel. We zijn vanaf dat moment begonnen met het slopen van de zolderkamer. Dit hele huis gaan we van boven tot beneden volledig strippen. Oftewel, alles gaat weg. Het plafond. Oh nee, de kunstenaar! Oh, wat een troep. Allemaal hier een achterhoofd. De muren. Heel de kozijn. Straks zie je die kozijnen zo vervloekt uit. Frank zit ook echt op de wand. Het latwerk, de vloeren, de leidingen en het elektra. Alles wordt gesloopt. En zelfs het dak wordt vervangen. Er is lekkage in het dak. Alleen de aannemer zegt van ja, voordat ik het dak op ga, wil ik eerst weten hoe de dakconstructie eruit ziet. Geraamte gaan we leeg slopen, zodat hij gewoon van binnenuit kan kijken hoe het dak erbij staat. Dit hout is voor op het dak. En die dakkapel gaat weg. En zoals je kan zien, normaal geeft een dakkapel heel veel ruimte. Nou, deze bijna niks. Want het plafond is al heel hoog. Het dak was eigenlijk het eerste wat we wouden doen. Helemaal verrot daar. Zie je het? Het was echt heel chill dat we hem hebben gevonden. Het kan wel betekenen dat de boel echt heel verrot is daar beneden, maar dit is wat we zochten. Lekkages. Hier kijk je gewoon naar buiten. Allemaal schimmel. Helemaal verrot. De aannemer is net geweest. Deze planken moeten allemaal vervangen worden. Maar dit is echt, echt, echt helemaal verrot. Kijk. Zie je? Schoon. Niks meer van over. Schroefsteen is eraf. Yes! En die was echt heel hoog. Het was volgens mij echt op daar of zo. Ja. Hier. Dus dit helemaal eraf. Kijk. Kijk hier, moet je zien joh. Hier zit gewoon de goot, hè. Kijk. Ik had het inderdaad ook al gefilmd. Er zijn gewoon echt al, weet je hoeveel pannen er naar beneden zijn gevallen al? Nee. Volgens mij zijn er al 4-5 nieuwe pannen opgekomen of zo. Vanwege de schoorsteen? Ja, ja. Maar omdat wij natuurlijk de schoorsteen eraf hebben gehaald, ja, kwam dit probleem er ook bij kijken. Helaas zat het weer ook niet mee. Oeh, ja, daar ook helemaal. Langs de muur. Of is hij maar alleen voor hier en of niet beneden? Nee, dat heeft geen zin. Druk langs de muur naar beneden. Oh ja, ik zie het. En toen kwam het volgende probleem. Nog een lekkage. We wouden net beginnen met lunchen. Totdat we in één keer drup, drup, drup hoorden. We keken elkaar aan en dachten, oh jee. Is het nat? Ik ben de druppel gaan zoeken. Hier. Ik weet niet of het hem vangt. We zullen zien. Nee. Of wel? Nou, weet ik niet. Ja, nu hoor ik hem. Ja, ik kan toch niks doen nu. Je kan niks doen. Ja, ik heb wel gezegd dat we... Kauwgom erin drukt zo. Ik heb wel gezegd dat we peur gaan halen en dat dichten. Ja, de aannemer komt nog met peur. Ah, oké. Okay. Ja, het gaat toch wel dan regelen. Dus... Oftewel, een goed begin. Ik kan hier niks tegen doen. Dat is een very sad. Ik bedoel, dit is aardig standaard. Er gebeurt eigenlijk wel altijd wel iets tijdens de bouw. De bouw gaat nooit perfect zoals je het wilt. De planning wordt altijd verschoven. Er komt altijd wel iets tussendoor. Dus ook bij ons natuurlijk. Eindelijk na 3 dagen dat we dachten, yes, we kunnen douchen. Hebben we warm water eindelijk en hebben we kunnen douchen. Want beide cv-ketels zijn kapot. Gelukkig hadden we iemand in de omgeving die ons zo lief was om te helpen. Om echt iets te vervangen en te doen en... Vul het maar in, dus we konden eindelijk douchen. En wat ik dacht dat we eindelijk konden douchen, gebeurde het wat we eigenlijk niet eerder hadden. Of in ieder geval hetgeen waar we het meest bang voor waren. Zoals je kan zien, ik weet niet of je het hier kan zien, zit het dak, hier loopt een tailbalk. Ik mag straks het hele dak openbreken. Want zoals het er nu naar uitziet, is de PVC-leiding daar kapot. Dus we waren net klaar met douchen. Even was nog aan het douchen, ik loop naar beneden. Het enige wat ik hoorde was drup, drup. En dat kan gewoon helemaal vanuit het plafond. De hele boel is hier zeiknat. Is shit het ook dan? Ja, dat is het ook. Ja, water dat gaat in tapijt gaat dat zich uitzetten. Ja. Weer een hele leuke verrassing in het huis.
waar we niet zo heel blij mee zijn. En zo komen we de laatste tijd wel een beetje voor heel veel verrassingen te staan waar we niet zo heel blij mee zijn. Of in ieder geval dingen wat niet gemeld is, laat ik het zo zeggen. Dat is denk ik beter verwoord. Maar goed, ook zitten er heel warmpjes bij. 11 graden, heerlijk. Weet je gewoon hebben. Ijskoud. En daar ben ik dus... Maar naast alle fondsen die we hebben gevonden, zoals, nou ja, deze gulden. Hier, 10 cent. Met Wilhelmina. Ze gaat lekker je schat zoeken. Ja, lekker hè. Breek het hele huisje vooraf. Of deze hele prachtige wespennest en vele andere. Kijk dit joh. Oh, een wespennest. Die zat helemaal hier even stop. Hier. Moet je zien. Oh. Iemand gewoon. Kijk hoe vet het gemaakt is. Kan ik deze loskrijgen? Ja, hier moet je zien. Ik heb het gemaakt. Gelukkig dat ik het niet gebruik. Kijk hoe vet. Kijk al die connecties ertussen ook gewoon hoe ze dat maken. Ja, dat is echt heel ziek hoor dit. En daar hebben we ook best wel wat gezeten, kan ik je zeggen. Wat gaaf. Ja, heel gaaf, maar dat betekent wel minpunt. Dat betekent dat er ergens een gat zit. Ja. Anders komen ze niet zomaar binnen. Er heeft in dit hele huis hebben we er nu 6 wespennesten gevonden. 6. 6. 1, daaronder 2, daarboven 3 en boven 3. En waar was de grootste? Deze. En daar heb je nog een YouTube. Kijk, je ziet hier hem zitten nog. Hier loopt het nog. Die was gewoon zo. Zo, dit is ook echt gigantisch. Het is echt heel gaaf om dit te zien. Maar je wilt dit niet in je huis. Dat is één ding zeker. Gelukkig zaten hier geen wespen meer in. En ik heb hem met een vis-ei gedaan. Dat was super stom, want toen leek hij er echt veel kleiner uit. Maar hij was echt zo. En hij zat helemaal tot hier zo. Ja. Wat een troep. Ja, je ziet dat troep allemaal hier nog een beetje. Zijn er ook minder leuke dingen bijgekomen? De grootste deel is eruit. Je kan er gewoon in lopen. En er zit nog heel veel troep die er nu nog uit moeten. Het is gelukt. We hebben geen water meer. Behalve de lekkagedruppels die onze woning nog binnen druppen. Toen Vincent samen met zijn neef van plan was om de steeg uit te graven voor een heel nieuw rioleringsstelsel, kwamen ze tot een bijzondere ontdekking. Nee, geen goud. Helaas, maar een olietank. Waardoor alles weer de soep in liep, zoals de verbouwplanning. Ja. Hier liepen we tegenaan. Toen dacht ik van, wat is dat? Toen ging ik graven. En toen zag ik hier een gat. Kijk hier. Echt een gat. Toen zag ik hier nog een gat. Hier. En toen kwam ik deze jongen tegen. Poep. Deze. En toen dacht ik al van, oei. Wat is dit? Dit kan niet best zijn. Dus mijn vader naar beneden en zegt, ik weet al wat het is. Dat is een oude olietank. Pardon, zeg ik, een olietank. Dit is dus een tank. En dan ga je echt van schrikken, dat is echt geen grap. Dan stookte ze vroeger de kachel op. Dus dan ging het hier via onderlangs, via deze buis, de kelder in. En toen dachten we van, oei, maar dat is niet best. Want zo'n tank staat geregistreerd en mijn vorige eigenaar moest dat aangeven. Nou, dat heeft deze eigenaar dus niet gedaan. Maar ja, deze moet wel weg, want hier moet het riool langs straks. Ja, en dat kan niet door die tank heen. Dus, Vincent heeft de gemeente gebeld. De gemeente kreeg milieuzaken. Die zegt, ja, maar die tank moet weg. Toen moest er een bodemonderzoek komen. Nou, bodemonderzoek kon gelukkig heel snel. Echt hele chille mensen. Even shout-out naar die mensen. We krijgen volgende week al de uitslag. Maar, dat betekent dat, even kijken hoor, hier een gat geboord is van 2,5 meter diep. Ja, hier een gat geboord is van 2,5 meter diep. Ook, ja. Kijk, moet je maar horen. Hier, als ik het erin gooi. Of hier, was deze? Ja, ik hoor het. Doek. Hoor je het? En ja. Hier ook. Hoor je het? Ja. Is dat zat? Dus nog een keer? Even. Gaat het geluid, weet je wel? Ja. Die loopt van hier tot, er was hier nog een stok, tot hier. Nee, hier zit de tank zelfs al. Is het dit hem? Nee, dit is hem ook. Hier. Nou, als je hier gaat staan, kan je zien hoe lang de tank is. Ja? Ja. Tot, ook hier. Vandaar tot daar, dus. Daar tot daar. Ja, dan loopt de tank. Dat betekent dat in deze tank, deze die helemaal hier loopt, meer dan 5000 liter aan diesel kon toen destijds.
5000 liter. Maar dan een vraag van velen zal zijn, zit er nog diesel in? Olie? Wil je een verstandig antwoord hebben? Nou, directe olie, nee. Maar je ruikt het wel. En toen gingen ze graven. En toen ze het eruit trokken, dacht ik van oei, dat is niet best. Het stonk hier echt gewoon alsof je met je neus in een, gewoon die tankstationslang gewoon op je gezicht aan het spuiten was. Zo stonk het. Het stonk nog erger dan op benzinestation. Zo heftig rook het hier. Dus die man zegt, ah, maar dat geeft niet. Als je zegt, want dit betekent nog niet dat het heel erg is. Maar ik had wel zoiets van, oei. Dus eigenlijk is dus, om de tank is nu aan het roesten, toch? Ja, en dat betekent dus dat er dan olie aan de onderkant weggaat. Nou, en hier ben ik dus de hele week, of in ieder geval de laatste, nou, vanaf woensdag de hele week mee bezig geweest. Kijk, hier, ja, zit, hier zit die tank. Dus de bodem is ook een beetje vervuild? Ja, de bodem is vervuild. Maar in hoeverre dat ernstig is, dat is de vraag. Oh, trouwens, ons tuin. Daar is het leeg. Geen bomen meer te zien. Sorry bomen, jullie komen wel een keer terug. Oh, even side note. Heel veel bomen waren eigenlijk dood. Of het had niet een jaar moeten duren en sommige bomen waren al omgevallen. Visit is bijna elke week bij onze nieuwe woning. Ik kan er af en toe een week bij zijn als we natuurlijk oppas hebben. Oh. Dus ik kom weer hier om weer op te ruimen. Ja, schoonmaakdienst Eva. Je hebt het zelf geüpload, dus je bent de pineus. Maar we kunnen echt niet wachten tot het de schuur staat. We kunnen ook veel meer samen doen. We kunnen de kinderen een beetje wennen. Na het nieuwjaar hopen dat Lena naar school kan gaan. Het zou ook leuk voor haar zijn natuurlijk. Laten we daarnaast ook eens bij vertellen dat onze oude woning inmiddels verkocht is. Maar, en als dit allemaal niet op tijd klaar is, zitten we dadelijk zonder verblijfplaats. Oei. Laat een reactie achter of je ook een recap wilt van de tweede maand verbouwen. Vergeet niet te abonneren en vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen.